Rituals is een cosmetica-merk dat luxe verzorgingsproducten verkoopt over een groot deel van de wereld. Alle producten die zij op de markt hebben gezet zijn geïnspireerd door de eeuwenoude kennis en tradities uit verschillende Aziatische culturen. Anno 2018 heeft Rituals 400 winkels en 1400 verkooppunten in meerdere toonaangevende warenhuizen in onder andere de Benelux, Portugal en de Verenigde Staten. De directeur van Rituals is Raymond Kloosterman. In 2000 opende hij de eerste Rituals winkel, waarvoor hij zijn baan als vicepresident bij Unilever opgaf. Hij reisde de hele wereld over om inspiratie op te doen voor de manier waarop hij het bedrijf wilde presenteren. Vandaag de dag is het in Amsterdam gevestigde bedrijf over de hele wereld bekend. En het is een groot speler in de sector van verzorgingsproducten. Ambitieuze toekomstplannen zijn er genoeg. Zo droomt Kloosterman ervan om in 2020 1000 eigen winkels te hebben geopend, wereldwijd. Voor ons kwalitatieve onderzoek hebben wij het bedrijf Rituals gekozen als bedrijf van interesse. Rituals spreekt ons alle vier erg aan vanwege de snelle groei die het relatief jonge bedrijf de afgelopen jaren meemaakt. We waren daarom ook erg benieuwd naar de manier waarop deze organisatie hier vooral intern mee omgaat. We hebben via bekende HR-afdeling van Rituals weten te bereiken, welke ons verder heeft geholpen met het plannen van interviews bij de juiste personen. We hebben de vier verschillende personen van verschillende functies gevraagd kunnen stellen over belonings- en erkenningsprogramma's binnen Rituals. Dit hebben wij gedaan aan de hand van ongeveer 20 open vragen. Axiaal coderen komt na het open coderen. Het is een procedure waarin data opnieuw samen wordt gevoegd. Dit wordt gedaan door relaties te zoeken tussen categorieën die samengesteld zijn bij het open coderen. Axiaal coderen is van belang om te bepalen wat de dominante en zo dus belangrijkste codes zijn en wat de minder belangrijke codes zijn. Sommige codes die niet relevant genoeg zijn, kunnen dan ook geschrapt worden. Ook worden op deze manier de synoniemen eruit gefilterd en zo de meest representatieve codes geselecteerd. Door middel van dit kwalitatieve onderzoek kan er ontdekt worden welke onderdelen uit een interview het belangrijkste zijn. Tijdens het proces van axiaal coderen lijkt het zo dat de codes steeds meer losraken van de gegevens, terwijl het niet zo is. Er wordt gekeken naar de belangrijkste codes en deze worden zo duidelijk vooropgesteld. Axiaal coderen is gelukt wanneer er een verschil is gemaakt tussen de belangrijkste en de minder belangrijke codes. En wanneer de inhoud van de categorieën bekend is. Het resultaat van open coderen is een lijst met codes. Vervolgens gaan we de codes beschrijven en dit is ook wel axiaal coderen. Nu zijn de codes voorzien van gegevens. De volgende activiteit is het verzamelen van deze gegevens. En hieruit volgt het resultaat, de getoetste lijst van codes met beschrijving. Tijdens de laatste fase van in het codeerproces, het selectief coderen, werk je de concepten uit tot een theorie. Het is de laatste fase van het coderen, maar tegelijk ook de lastigste. Het selectief coderen zorgt voor heel veel duidelijkheid tussen alle hoofdcategorieën en subcategorieën. Het doel van selectief coderen is dus om verder structuur aan te brengen in de veelheid van de afzonderlijke hoofd- en subcodes. De structuur aanbrengen bij het selectief coderen gaat als volgt. Je pakt je beide hoofdcategorieën die je in de vorige stap gevonden hebt. Hiermee ga je theorie opbouwen. Dit doe je door binnen de categorieën alle gevonden data of codes onder te brengen en op basis daarvan relaties en verbindingen te leggen tussen de data. Zorg ervoor dat de relaties die je ziet tussen de categorieën ondersteund worden door gegevens. Als je ook dat weer bij nieuwe vergelijksgevallen hebt getoetst met de literatuur vergeleken en als je alternatieven hebt afgewogen, ben je toe aan het opschrijven van je verhaal. Het resultaat van axiaal coderen is de getoetste lijst van codes met een beschrijving. Dit is het startpunt van selectief coderen. Vervolgens wordt er structuur bij de codes aangebracht, wat selectief coderen wordt genoemd. Door de structuren krijg je gegeven waar duidelijke relaties tussen codes van gegevens zijn voorzien. Daarna vergelijk je de relaties met de literatuur en als je alternatieven hebt afgewogen, ben je toe aan het opschrijven van je verhaal, wat het laatste resultaat is. Hier geven we een voorbeeld van de verschillende soorten coderingmethodes. Dit is een voorbeeld van een vraag die wij hebben gesteld tijdens een van onze interviews.
Hier hebben we het antwoord van de geïnterviewde gecodeerd en hebben we de open codering in het antwoord kleurtjes gegeven. Vervolgens hebben we naar overeenkomsten in de open codering gezocht en deze in de vorm van axiale codering eronder gezet. De blauwe kleur staat voor de verandering, de groene staat voor de ontwikkeling en rood voor de huidige situatie. In dit overzicht hebben we open codering, axiaal codering en selectieve codering op een rijtje gezet. Zoals misschien opvalt, worden de citaten van het interview steeds beknopter geformuleerd naar een bepaalde categorie. Dit was het axiaal en selectief coderen. Zijn er nog vragen?